Wetenschappelijke factor. Oorspronkelijk luisterspel door Paul van Herk. Bewerkt door André Moers. Larry, ik zou het op kalmer aan doen met die whisky. Vind je? Jazeker. Op die manier zou je het nooit tot inspecteur brengen, zoals ik. Bescheidenheid siert de mens, zeg maar. Waarom ga je niet een beetje dansen? Ach, Bastiaan Jackson, je danst toch zeker ook niet. En met de whisky ben je zelf ook niet zo zuinig. Als jij zo doorgaat, blijf jij niet lang inspecteur. Zeg, die manier van leven zou mij interesseren. Wat voor leven? Zoals die vent daar links van je. Met dat witte smokingjasje. Oh, die met dat snorretje. Mm-hmm. Die door al het vrouwelijk schoon wordt omstrengeld, bedoel je? Ken je hem? Nee, nooit gezien. Maar je ziet zo dat die kerel succes heeft. Open succes. Zo een die door het leven dartelt terwijl de vrouwen, de dollars en de sportkarren hem zomaar in de schoot vallen. Zou kunnen. Oh, wat hij de vrouwtjes in hun oortjes smoest. Moet al bijzonder geestig zijn. Dat horen wel, ja. Ik vraag me af, Redding, wat hij op ons intieme politiefeestje komt zoeken. De vrouw van de commissaris verleiden. Ja, ja. Hij schijnt aardig op weg te zijn om in die opzet te slagen. Wacht maar tot de commissaris het in de gaten krijgt. Oh nee, niks aan de hand. Die heeft zelf ook een aardig vrouwtje opgesnapt. En is altijd niet meer van de dansvloer afgekomen. Nou, je het zegt, die oude snoepen. Daar snor ik ook ervan. Maar, zei jij niet ons intiem politiefeestje? Jackson, jij ondankbare hond, denk nou niet omdat je toevallig een tikkeltje mijn superieur bent dat je je ongestraft zo over ons festijn kunt uitlaten, hoor. Je vergeet dat ik de penningmeester ben, Max. Door mijn voortreffelijk financieel beheer hebben wij ons de luxe kunnen permitteren om nu over de dansvloer te schuifelen beneden verdieping van het Waldorf Hotel. Weet jij dat? Oh ja, neem me niet kwalijk hoor, meneer de schatbewaarder. Oké, dat kost je maar een whisky schadevergoeding. Ben je lang best als ik er zo goedkoop van afkom. Baarman? Meneer. Beter bij de whisky. Maak er 3 van, baarman. Op mijn rekening. On the rocks. Oké, meneer Bloemen. Nou, dat is niet missen. Een hele eer. Als de vrouwtjes zijn gevlogen. Kan niet missen. Heb ik niet gehoord? De dames zoeken hun echtgenoot. Vervelende spelbreker, die balmeester. Hallo. 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 Bloemen. Dat had wel gehoord, ja. Mijn naam is Jackson. Steven. Hij is Steven. De whisky is, meneer Bloemen. Dank je, beste vriend. Gezondheid, heren. Gezondheid. Ja. Gezellig gevoel hier bij jullie. Ja, al moest u die lui wat minder hard spelen. Bent u ook een van het koos, meneer Bloemen? Ik? Nee, nee. Maar ik ben wel overal te vinden waar het gezellig is. Hoe laat het duurt? 12:15. Over 3 kwartier begint mijn dienst. En dat op een avond als deze, zeg. Ah, wat leven. 12:15, zegt u. Excuseer me even, ik moet iemand opbellen. Dat doe ik wel. Zeg, Larry. Ja? Hebben die stem gehoord? Er zit toekomst in als zanger, zeg. Oh ja, zanger. Kroer. Zacht, mannelijk en toch. Dat is een beetje als Tom Jones? Nee, beter. Een kruising tussen Tom Jones, Benjamin Julia en Frank Sinatra. Kruising? Hoe zouden die dit voor elkaar gekregen hebben? Zo, daar zijn we dan weer. Is dat valsje nog niet afgelopen? Oh, zo'n gouden dame die op de slag op een eigen echtgenoot kunnen leggen. Ja. Wat was dat? Weet niet. Kijk, het glas werkt nog te dansen. Misschien een aardbeving? Ah, man, ga door. Hier. Ja? Die barst in het plafond. Je ziet dat het geweest. Waar? Daar. Daar. En hij wordt groter. Dan moet eruit. Eruit. Niemand hoort je met dat verrichte. Iedereen naar buiten. Daar, naast de tapkafloemer, trekt de hoofdvragelui van de microfoonversterking eruit. Vlug! Komen, meneer Bloemen, in verband met het onderzoek naar de oorzaak van de ramp.
Zoals u wel weet, ben ik niet belast met het onderzoek. De hoge pieten vonden blijkbaar dat ik er wat al te nauw bij betrokken was. En dat schijnt u niet erg lekker te zitten, meneer Jackson. Nee, allicht niet. Het zou u ook niet lekker zitten als u op mijn plaats had. Nee. Enfin, de jongens die het onderzoek nu wel leiden, moeten het zelf maar zien te rooien. Ik stik geen vinger voor ze uit. De werkelijke oorzaak zal trouwens al nooit bekend worden. Zeg daar? Ja, graag dank u. Dank u wel. Ik heb u eigenlijk laten komen om u te bedanken. Kom. Toch wel, want u hebt die scheur het eerst opgemerkt. U hebt nog enkele tientallen mensen op tijd kunnen waarschuwen. Mij onder andere. Mijn vriend Larry, die op het ogenblik achter een winkel die verre aan zit, bij gebrek aan groter wild, heeft me gevraagd om u ook zijn dank over te brengen. Oh, jullie overdrijven. Nee, zeker niet. En als ik u ooit eens met iets van dienst kan zijn, meneer Bloemer. Dat kunt u. Zo? Ja. Door dit voorval, althans wat mijn aandeel betreft, liever te vergeten. Kijkt u maar eens waarom. Zo. Ik zie het, ja. De pers is u in de nek gevlogen. Ja, de muskieten hebben me te pakken gekregen. Nou. Allemaal erg vleiend. Ja. Bloemer, de redder in de nood. Bloemer, de man die het hoofd koel hield. Bloemer. Ja, de foto's zijn lang niet kwaad. Dank u. Weet u dat ik zelfs een aanbieding heb gekregen van een platenfirma voor een auditie? Mijn stem schijnt nogal aardig te klinken. Ik werd geïnterviewd door de tv en kort daarop werd ik opgebeld door een van die platenjongens. Aanpakken, man. Altijd doen. Er zit goud in. 1 gouden plaat en je kostje is gekocht. Ja, ik denk er dan ook sterk over om het maar te doen. Goed zo. Binnenkort bent u een tiener-idool en vallen alle meisjes voor u in zwijm. Jackson? Ja, commissaris? Luister goed, Jackson. Je herinnert je nog wel die affaire in het Waldorf Hotel? Toen met het politiebal? Dat zou ik denken, commissaris. Ik was er zelf bij. Luister jij dan nooit naar de radio? Soms wel, als ik er de tijd voor kan vinden. Dan heb je het laatste nieuws dus nog niet gehoord. Het Empire State Building is ingestort. Wat? Ja, je hebt me goed verstaan. Het Empire State Building is ingestort. Nee, maar... Moet het een grap voorstellen? Het is helaas geen grap. Het is zelfs veel erger dan toen met het Waldorf. Het is een kwartier geleden gebeurd, midden op de dag. Alle kantoren werden bezet. Het aantal slachtoffers loopt ver in de 1000, als het er geen 2000 worden. En deze keer ben je wel degelijk met het onderzoek belast. Je begeeft je onmiddellijk ter plaatse, begrepen? Jawel, commissaris. Succes, Jackson. Dank u, commissaris. Griffin, stuur Larry naar me toe. Of nee, stuur hem onmiddellijk naar het Empire State Building, of wat er nog van staat. Hij zal me daar wel vinden. En laat mijn wagen voorrijden. Verschrikkelijk, Jackson. Afgrijzelijk. Dat mag je wel zeggen. Die goede oude Empire steeds nog wel. De trots van New York. Nou, zo oud is hij ook niet. Een goede eeuw misschien. Zeg, kijk eens. Waar kijk op de honderd? Wat? Midden tussen de journalisten. Ken je nou al niet meer? Ah, een beetje vuil is hier zo, maar... Nee, sorry. Niet. Ondraaf, Larry. Ondraaf. Denk aan de Waldorf in de bar. Ach ja, die Venge. Bloemer. Vooruit erop af. Hij schijnt erop aan te leggen in instortende gebouwen te kruipen. Ziek als je het mij vraagt. Het is nou niet precies het geschikte moment om geestig te zijn, Harry. Sorry, Jackson. Oké. Vooruit, mensen. Opzij. Opzij. Politie. Opzij, mensen. Politie. Oh, inspecteur Jackson. Hallo, Bloemer. Zit er een onheilspellende betekenis in? Dat je mij niet met Bloemer aanspreekt en niet meer met meneer Bloemer. Och nee, natuurlijk niet meneer Bloemer, sorry. U was er toch niet weer in? Ja, inderdaad, ik was binnen. Beneden in de hol. Je zou zeggen, hij kan het niet laten, hè? En kunt u me al wat nieuws vertellen voor uw officieel als getuige oproep? Iets waaraan we alvast een begin hebben? Helaas niet, meneer Jackson. Behalve dan dit. De ramp vertoont veel gelijkenis met die van de Waldorf. Ik hoorde hem kraken.
jouw majesteit. Ik was net aan het praten met de Duitse ambassadeur beneden in de hoog over auteursrecht in Duitsland. En toen zag ik die barst, ik riep eruit. Er was geen orkestje. De meeste mensen die op de benedenverdieping waren, zijn er inderdaad uitgekomen. Behalve een paar die op straat nog toevallend gesteente werden geraakt. En het Empire State Building kan een aardig stukje wegvallen, zoals u dat ziet. Inderdaad. Ik heb zelfs een hond naar buiten gedragen. Die is ergens vastgebonden. Erg heldhaftig zal het wel weer heten. En waarom zou het dat niet zijn? Ach, kom, ik heb er eens geluk gehad. Het is maar wat je geluk noemt. Als u in die gewoonte volhardt, meneer Bloemen, om u in instortende gebouwen op te houden, krijgt u vroeg of laat toch iets op uw kop. Wie weet. En dan laat ik u nou maar weer aan de persmens over. Mag ik u morgen om 3:00 op mijn bureau verwachten, meneer Bloemen? Graag zelfs. Dank u. Kom, Larry, we hebben nog heel wat te doen. We gaan aan het werk, man. Ik moet deze avond nog weer hebben een lijst van de getuigen en een dagvaarding in de loop van morgen voor de heren architecten, aannemers en zo. Die zijn al lang niet meer in leven. Huh? Ach, nee, natuurlijk niet. Sorry, mijn hoofd. Nou ja, een paar eminente kerels dan wat hoogbouw betreft, en de tekeningen van de Empire State en een volledig rapport over de oorlog. Want er moet ergens een parallel te trekken zijn. Ik zal doen met de kant, Jackson. Niets en nog eens niets. Het zal er weer net zo gaan als met de Waldorf. De zaak begraven. Geen enkel intelligent besluit. Troost je, Jackson, je bent niet de eerste. Weet je wat jij moet doen? Nou, wat dan? Zoals je weet, we staan er tegenwoordig van die handige dingetjes die ze computers noemen. Ja, ja, dacht je dat ik dat niet wist? Toch wel? Inderdaad, ja. Maar zelfs onze grote 5 miljard dollar computer bleef het antwoord schuldig. Meer informatie vroeg hij. Computers uit een boze... Je praat als mijn grootvader. Hallo, wel. Bedankt. Kijk, wat ik je wilde zeggen is dit. Je voert de computer alle gegevens over het Waldorf en je voert hem alles over het Empire State. Ah. Ja, ik snap waar je naartoe wilt. De gemeenschappelijke factor. Precies, de gemeenschappelijke factor, ja. En als je die hebt, ga je daarop werken met je menselijke fantasie en deductievermogen. Iets wat de computer bepaald niet bezit. Ja. Klinkt niet gek, Lenny. Ik maak er meteen werk van. Wel... Nou ja, dat zie ik. Sta daar niet zo te lummelen, Jackson. En ga zitten. Dank u, commissaris. En, Jackson, laat nou maar eens horen. Nou, ik heb alle gegevens over de Waldorf van de computer gevoerd en alle gegevens over het Empire State. Juist. En het antwoord van de computer luidde... Bloemer. Ja, ja. Precies. Bloemer. De man die door de hele pers op handen wordt gedragen. De nationale held. Troetelkind van de dierenbescherming. Morgen komt zijn eerste grammofoonplaat uit. Wordt natuurlijk op slag een topper, daar kun je donder op zeggen. Gefeliciteerd door de president hoogst persoonlijk. En jij draait 10 man de bak in. Ik. En je vergeet nog iets, meneer Jackson. Morgenavond gaat de eerste wereldtelevisieshow de lucht in. En weet jij wie de United States daarin vertegenwoordigt? Bloemer. Jack Bloemer. De nationale held. De stem van Amerika. Nou jij. Misschien bent u niet op de hoogte van het experiment dat ik heb uitgevoerd in het bijzijn van 3 getuigen. Ik heb de hele boel op band gefilmd. De getekende getuigenverklaringen heb ik in de zak. Steek maar van wal. Je maakt me gematigd nieuwsgierig. Toen ik het antwoord van de computer had gekregen, dat was eergisteren, heb ik een paar lui aan het werk gezet om een natuurgetrouwe maquette te maken van de Waldorf en van het Empire State Building. Om je huiskamer mee te versieren, zeker. U kunt het zich permitteren om sarcastisch te zijn. Nee, niet om een huiskamer te versieren, maar om de probleempjes van de dienst op te lossen. En dan nog meestal buiten dienst sturen. Je hoeft niet brutaal te worden, Jackson. Ter zake. Jij maakte dus die maquette. En toen? Ik had ook een bandopname van het verhoor van Bloemer. Die opname liet ik draaien. Ja, ja. En ik mag aannemen dat je maquette toen ineens stortte als een kaartenhuis. Ja, commissaris. Het stortte niet alleen in, het brokkelde in elkaar als een even oude kaas. Nou ziet hij toch zelf wel. Dat zegt me niks, Jackson. Zegt me helemaal niks. Nee? Nee. Waarom niet? Wel, mijn jongen,
jij bent nu onderhand wel lang genoeg in dienst om te beseffen, om te weten dat een bandopname niet als bewijsmateriaal kan fungeren. Nooit. Je kunt de band laten zeggen wat je wil. En ook laten doen wat je wil. Wie vertelt mij bijvoorbeeld dat die kleine, geniepige Jackson geen kleine, geniepige, onhoorbare subgeluidjes aan zijn bandopname heeft toegevoegd om gelijk te krijgen, hè? Ja, maar... Precies, maar... Het ligt niet in mijn lijn, Jackson, om een ondergeschikte te laten vallen als ze zich op glad ijs begeven, maar wel als ze klungelen. Want klungelen is iets waar ik niet tegen kan. Aan jou te bewijzen dat je niet klungelde. En er is zelfs haast bij, want ik wil deze zaak uit de doeken hebben voor morgenavond, snap je? Zodat onze Bloemer, als hij onschuldig is, en daar ben ik van overtuigd, zijn kans krijgt voor die wereldtelevisieshow. Heb je dat? Niet helemaal, commissaris. Wel, luister goed. Je doet je experiment nog maar eens dunnetjes over. In mijn aanwezigheid. Laten we zeggen, morgenmiddag om 1:30. Morgenmiddag om 1:30? En dan moet ik een nieuwe maquette klaar hebben. Dat heb je goed gezien. Maar dat gaat eenvoudig niet. Een dergelijke woordkeus wens ik op mijn bureau niet te horen. Dat gaat wel, meneer Jackson. Alles gaat, als je dat werkelijk wil. Dus morgenmiddag hier op de binnenplaats. En dit keer niet met een bandopname, Bloemer zelf. Jij zorgt voor een versterker, een luidspreker en een filmcamera. Voor de getuigen zorg ik zelf wel, begrepen? Jawel, commissaris. Dat was dan dat. En laat me nou met rust, Jackson, want ik heb toch belangrijke dingen te doen. Zoals? En vooral geen praatjes. Voort, Jackson. Heb jij een sigaret voor me, Larry? Alsjeblieft. Dank je. Goeie hemel, een zenuwen. Ja, kan ik je niet kwalijk nemen. Als jij geen gelijk krijgt, vreet de grote baasje met huid en haar op. Minstens. Dank je. Nou, hoe vind je dat die maquette eruit ziet? Lang niet gek. Is de tunnel droog? Dat hoop ik maar. Ik heb er de hele nacht met een haardroger bij gestaan. Moet je dat stelletje journalisten daar zien staan gapen. Ook zij zullen je levend veel als je geen gelijk hebt, Jackson. Alsof ik dat niet weet. Hoe laat heb jij het? Een paar minuten voor 1:30. Zeg, jij hoeft die sigaret niet op te eten. Sorry. Hé, hey, Jackson. Heb je weer tijd voor de krant? Maak het kort, hè. Is het waar dat je Bloemer de bakker tien gedraaid? Dat klopt, ja. Op grond van wat? Zolang iemand nog verdacht is, meneer, wordt er niet uitgeweid over zijn vermoedelijke misdaden. Dat zou u horen te weten. Kwestie van opvatting. Maak je in elk geval geen illusies, vriend. Hij komt vrij. En trouwens vrij of niet vrij. Zijn schaapjes heeft hij al bedrogen. Hoezo? Wist je dat er niet? Vandaag komt zijn eerste grammofoonplaat op de markt. Eruit heet hij. Die was al uitverkocht voor ze hem in de winkels op de toonbank hadden. Dat verandert niets aan de zaak. Oh, jawel, jawel. Wat kun je nog eens zien? Heb je de baas? Met Bloemer. Met Bloemer. Hallo, Jackson. Je hebt je maquette op tijd klaargekregen, zie ik. Ja, het was een heksentoer, commissaris. Dat wil ik best geloven. Versterken? Hier, 50 watt. Ruim voldoende. En de luidspreker heb je in de benedenverdieping van je maquette gestopt. Zoals u kunt zien. Mooi. U kent meneer Bloemer? Natuurlijk ken ik meneer Bloemer. Hallo? Hallo, Jackson. Je blijft je beweringen volhouden? Jawel. Nou, we zullen maar spoed achter de zaken zetten. Verdachte Bloemer, zoals je weet heeft inspecteur Jackson het in zijn eigen wijze hoofd gehaald dat u met uw stem gebouwen kunt doen instorten. Raar tijdverdrijf is het mij vraagt, maar goed. Om dit te bewijzen bent u nu hier. U vertelt mijn verhaaltje in de microfoon en uw stem, versterkt nog wel, wordt naar de benedenverdieping van deze maquette van het Waldorf Hotel geleid. U was daar op het moment van de ramp. Ik was daar, ja. Mooi, vooruit aan mij. Camera, bandrecorder aan, getuigen wakker worden, journalisten kop dicht houden. Wat moet ik eigenlijk vertellen? Oh, iets uit Sneeuwwitje van mijn part. Je versterker aan, Jackson? Ja, Sneeuwwitje. Sneeuwwitje. Ah, oké, Sneeuwwitje. Sneeuwwitje was de dochter van een koning. Maar de koningin was gestorven. Daar had Sneeuwwitje zeer veel verdriet over. Na een paar jaar werd de koning het beu en hij hertrouwde met een kreng van een mens. Dat kreng van een mens werd dus Sneeuwwitjes stiefmoeder. En die was erg ijdel. Ze kon niet verdragen dat iemand mooier was dan zij. Elke avond ging ze voor de toverspiegel staan en ze vroeg... Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er het mooiste in het land? Oké, dat is genoeg. Als zanger mag je heel wat in je mars hebben, meneer Bloemer, maar als sprookjesverteller ben je geen knip voor je neus waard. En, Jackson,
Daar staat je maquette dan nog steeds, hè? Blakend van gezondheid en in volle glorie. Ja, ja, commissaris. Maar misschien moet de versterking wat harder. Ja, vooruit dan maar weer. Ga door met je ellendige verhaal, Bloemer. En de spiegel zei steeds, jij koningin. En dan was ze in de nopjes. Maar Sneeuwwitje werd een mooie tiener. Zo mogelijk nog mooier dan de stiefmoeder. En op een zekere dag vroeg de koningin weer aan haar spiegel, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het land? En het spiegeltje antwoordde, jij bent erg mooi, koningin, maar Sneeuwwitje is veel mooier. Ontroerend, en... geweldig, ik ben er kapot van. Boel afbreken, jongens. Jackson, jij hebt je kans gehad en ik zou nog maar rustig ongelijk bekennen. Ja, één ding nog, alsjeblieft. Ja, wat nou nog? Meneer Bloemer, wilt u zo hard als u kunt eruit roepen? Dat riep u toen ook in de Waldorf en waarschijnlijk ook in het Empire State. En dat is ook de titel van uw plaat. Ik vind het al lang best. Daar gaan we dan. Arr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 r
Uit! Dat is eruit. Van mijn bureau. Afijn, die maquette staat er nog, Jackson. En dit, mijn heer, is dan het eind van ons experiment. Jackson, morgenochtend kom je bij mij om verdere details betreffende je toekomst te regelen. Meneer Bloemer, u gaat natuurlijk vrij uit. Eén van mijn wagens zal u wel naar uw World Television Show rijden. Mijn heren, bedankt. Nou, hier aan de bar een stukje je kraag te drinken, Jackson. Daar los je niks meer op. Wat weet jij daarvan? Heb jij ooit wel eens zo'n blunder begaan als ik? Een blunder zeg je nou, en je beweerde nog wel dat je altijd gelijk had. Hou je kop en neem een whisky. Nou, waaruit dan maar. Op de gezondheid van Bloemer. Dat is een stinkgrummel van plaat. En op mijn politiecarrière, zullen we dat maar zeggen. Kop op, Jackson. Op betere tijden. Iedereen heeft wel eens een beetje tegenslag. Proost. Weet je, Larry, die kaffer kan zijn stem veranderen. Als hij dat wil, kan hij daar alles mee laten barsten. Ik had het kunnen weten, want ik heb hem ondervraagd op mijn bureau. En toen is er toch ook niks gebeurd. Geen scheur, niks. Stil nou, hè. De wereldtelevisieshow gaat beginnen. Weet jij wie het voor elkaar krijgt, Larry? Subsonische klanken. Hij vertelt en praat en ondertussen begint het boel te barsten. Stil houdt de president. Die wordt nu naast bij Schoen Brazier. Heb je Brazier? Sta er geen waarschuw. En die vent geen fatsoenlijk Engels praten. Stil houdt toch, Jackson? Inspecteur, als u zo vriendelijk zou willen zijn, de klanten. Jouw klanten, hè? We staan zeker allemaal Russisch, hè? En je bent de communisten hier. Wat let me of ik sla. Houd je op, Jackson! Schijn uit of ze gooien je eruit. Ja, ja. Lekker sterke koffie. Wij houden een beetje koffie. Whisky. Nee, zo. Dank u. En nu, ladies and gentlemen, representing the United States of America, the voice, the one and only Jack Bloemer, with the greatest hit ever, arrive. Komen kijken, Jackson.
alles in de omtrek is ingestort. Overal waar je kan zien. Neem me toch die koffie maar. Merci. Knap de mensen op. Weet je, Larry, ik zag het aankomen. Ik gooide die fles whisky niet in de tv omdat ik dronken was. De hele boel en de omgeving ligt tegen de grond, nietwaar? Zo te zien staat er in ieder geval nog maar weinig overeind. Dus overal waar een televisie aan stond. Wereldtelevisieshow, Larry. Wereldtelevisieshow. Overal ter wereld waar een tv aan stond. Daar heeft hij het op aan gestuurd en het is hem aardig gelukt ook. Wereldtelevisie. Iedereen die zijn tv had aanstaan, had erop gerekend dat zijn bovenburen, zijn onderburen, zijn linkerburen, zijn rechterburen op hetzelfde programma hadden afgestemd. En dus stond bij iedereen het toestel keihard aan. Wat zal er nu verder gebeuren? Kijk maar door het raam. En blijf kijken. Dan zult je misschien niet eens verbazen. Daar heb je ze. En God, Jackson, het zijn allemaal bloemers. Allemaal hetzelfde, dezelfde gezichten. Hetzelfde gekleed, honderden, duizenden bloemers, Jackson. Niet alleen hier, Larry. Geen duizenden, maar miljoenen, miljoenen bloemers. Maar waar komen ze vandaan? Je zal het nooit weten. Ze zijn in elk geval erg gemakkelijk gemaakt. De gemeenschappelijke factor. Oorspronkelijk luisterspel door Paul van Herk, bewerkt door André Meurs. Rolverdeling: Jackson, Paul van der Lek. Larry, Hans Kassenbach. Bloemer, Hans Veerman. Commissaris, Frans Somers. Barman, Tony Voletta. Journalist, Huip Orizant. Technische realisatie, Ton Bortier. Assistentie, Henk van der Steeg. Regie, Harry Blonk.